carnavalsmaandag 4 maart vindt er op het Wilhelminaplein in Someren een recordpoging krattenpolka plaats. Ze willen het record breken aansluitend op de carnavalsoptocht door de Meerpoel. De organisatie rekent op zo'n 400 deelnemers. Theo Swinkels, Jan Swinkels van de Massa van Doorn, waar we iets juist hoorden. En als je juist zag, Theo, dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling dat we dat gaan doen. Ja, heel simpel. Gewoon met kratjes schudden. Zoveel mogelijk man. En een mooi feestje maken met zware jongens. Ja, minimaal 350. En we hopen natuurlijk dat we toch veel meer halen. Dus iedereen is welkom. Klein en jong en oud. Iedereen. Dus iedereen kan zo komen. En ook de mensen die verderop tijdens de optocht staan, iedereen is van harte welkom. Ja, ik hoop dat de mensen er iets van gehoord hebben en na de optocht meteen naar het plein komen. En ja, dan gaat het beginnen. Zoveel mogelijk mensen. Dat is eigenlijk geen moeilijk genoeg. Nee, het staat langs de route. De optocht is meteen en het is aansluitend naar de optocht. Dus ik hoop dat de mensen niet naar huis gaan, maar nog even naar het plein lopen, naar de Elantier. Ja. Want wat moeten ze doen, Theo? Niet veel. Ze hoeven niet veel te doen. Even twee keer op het liedje oefenen hoe dat de bedoeling is met het kratje te schudden. En daarna is het tijdens het liedje van de zware jongens de recordchallenge in één keer tegelijk uitvoeren. En dan is het record binnen. Wat betekent dat dan? Het record binnen, dat betekent dat wij in Nederland met de meeste personen de krattenpolka uitvoeren. Dat is ons doel bereikt. Ja. Maar dan moeten ze hier niet meer blijven, of wat? Nee, dan zijn er zware jongens nog die een optreden hebben en dan is het feestje. Ja. Zeker, ik denk dat het mooi is dat je zoiets kunt doen in Someren. En het zou mooi zijn als we een jaarlijks terugkerende recordchallenge kunnen doen. En dat kan elk jaar iets anders zijn, maar het is leuk om mensen op de been te krijgen. Ja. Heb je aan het leeft? Merk je omhoog in? Ja, veel mensen hebben er, praten erover in ieder geval. En wanneer is het en hoeveel mensen komen er al en veel vragen. Ja, de zekerheid hebben we nog niet, maar ik ken buurtverenigingen die zelf gezegd hebben spontaan bij komen. De carnavalsverenigingen die komen. En ik hoop alle mensen die langs de route staan, dat die komen. Dat het gewoon een gigantisch mooi groot feest wordt. Maar even tijd, wanneer moet ze hier zijn? Om 3 uur, direct na de optocht, hier zijn. Dan worden de kratten uitgedeeld. En klokslag 3:30 is de recordchallenge. En na de recordchallenge hebben we ook nog een tegoedbon van de Sphinx en van de Domino's. Als je je kratje inlevert, dan krijg je altijd nog iets ervoor terug.